Welkom bij deze kennisclip over het varkens in noodarrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. In deze kennisclip gaan wij vooral kijken wat de consequenties van dit arrest zijn voor het Nederlandse bestuursprocesrecht. De afdeling bestuursrechtspraak heeft intussen in twee toonaangevende uitspraken uitgelegd welke consequenties zij daaraan verbindt. Daar gaan we zo meteen in de volgende slides naar kijken. Voordat we gaan kijken naar de nationale consequenties zoals die door de afdeling bestuursrechtspraak in die twee uitspraken zijn uitgewerkt, nog even kort iets over de Europees rechtelijke context. De vragen die beantwoord moesten worden in het varkens in noodarrest door het Hof van Justitie van de Europese Unie werden geplaatst in de context van het Verdrag van Aarhus. Het Verdrag van Aarhus ziet op toegang tot milieuinformatie, op recht op inspraak bij besluitvorming over beslissingen waarbij het milieu een rol speelt en op het recht op toegang tot de rechter in procedures waar het milieu een rol speelt. Dus het gaat met name om een ruime toegang die het Verdrag van Aarhus vraagt als belanghebbende of algemeen belanggroeperingen op willen komen tegen besluiten die gevolgen hebben voor het milieu. Wat was er nu aan de hand in dat varkens in noodarrest of wat lag daaraan ten grondslag? Het ging om een Nederlandse casus. Een casus die speelde in de gemeente Echtzusteren. Daar was namelijk op 28 september 2017 door het college van BMW een omgevingsvergunning verleend voor een varkensstal. Tegen die vergunning ging een particulier en een aantal algemeen belangverenigingen in beroep bij de rechtbank Limburg. De rechter van de rechtbank Limburg constateert vervolgens dat zowel die particulier als die algemeen belanggroeperingen niet eerst een zienswijze hadden ingediend. Nu was de vraag of zij dan, gelet op het Verdrag van Aarhus, wat dus die ruime toegang tot de rechter openstelt in milieugeschillen, of zij dan toch bij de rechter ontvankelijk verklaard mochten worden of moesten worden, ondanks het feit dat zij op grond van artikel 613 een beurt hadden overgeslagen en daardoor normaal gesproken, als er geen Europees rechtelijk verdrag zou spelen, niet ontvankelijk zouden zijn verklaard bij de bestuursrechter. Omdat de Nederlandse bestuursrechter zelf ook niet precies wist hoe die nu dat verdrag van Aarhus moest interpreteren met de ruime toegang tot de rechter in relatie tot dat artikel 613, wat hier dus tot een niet ontvankelijkheid zou leiden, heeft die bestuursrechter prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. En naar aanleiding van die vragen is het varkens in noodarrest gewezen. En daaruit blijkt dus dat inderdaad de ruime toegang die op basis van het Aarhus-verdrag in milieuzaken vereist is, onder bepaalde omstandigheden artikel 613 van de AWB niet mag worden tegengeworpen aan een algemeen belangvereniging of een burger die een stap heeft overgeslagen in de procedure voorafgaand aan de rechterlijke procedure. In de komende slides gaan we dan ook in op de vraag hoe de afdeling bestuursrechtspraak vervolgens verder is gegaan met de uitleg van artikel 613 naar aanleiding van het arrest van varkens in nood. En we zullen zien dat de afdeling in dat kader een aantal lijnen heeft uitgezet. Zoals gezegd gaan we nu kijken welke concrete effecten dat arrest heeft op ons nationale bestuursprocesrecht. We hebben gezegd bepaalde eisen uit de AWB moeten anders worden geïnterpreteerd of zelfs blijven zij buiten toepassing. Het eerste artikel wat daarbij een rol speelt en waar het arrest op van invloed is, is artikel 613 AWB. 613 AWB ziet op de situatie dat iemand verwijtbaar geen bezwaar heeft ingediend of geen zienswijze heeft ingediend, waardoor die uiteindelijk ook niet in beroep kan. Hij heeft dan namelijk procedureel een stap overgeslagen en daarmee is zijn beroepsrecht in principe ook van de baan. Nou, voor zover het gaat om die Aarhuszaken geldt die bepaling niet. Als een belanghebbende geen zienswijze heeft ingebracht, dan moet hij toch toegang hebben tot de beroepsprocedure.
En dat geldt voor belanghebbenden, waaronder ook algemeen belanggroeperingen. Want juist in die ARUS-zaken, waar het vaak gaat om de impact die bepaalde besluiten op het milieu hebben of op de natuur, zijn het vaak algemeen belanggroeperingen die opkomen tegen zo'n beslissing. Dat was ook het geval in de zaak Varkens in Nood. Varkens in Nood is namelijk ook zo'n algemeen belanggroepering die opkomt tegen de slechte omstandigheden waar onder varkens in megastallen worden gehouden. Dus het eerste effect van dat arrest varkens in nood is dat artikel 613 buiten toepassing blijft in zo'n casus waarin een omgevingsrechtelijk of milieurechtelijk geschil speelt waar het verdrag van ARUS op ziet. Heeft zo'n algemeen belanggroepering verwijtbaar geen zienswijze ingebracht, dan moet die toch worden toegelaten tot de beroepsprocedure. Dat gold ook voor die vereniging Varkens in Nood in de casus die hier speelt. De afdelingsuitspraak waarin dit is aangegeven, dat is de afdelingsuitspraak van 14 april die hier genoemd wordt. Dit is dus de interpretatie die de afdeling geeft aan het Varkens in Nood arrest. Hier zal ik in de laatste slide nog iets over zeggen. Een tweede consequentie, ook door de afdeling afgeleid uit dat arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Er wordt ook een uitzondering gemaakt op het belanghebbende begrip, althans op de eis dat alleen belanghebbenden in beroep kunnen. Dat is artikel 8.1 van de AWB, ja, daar staat in, een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen. Wat zegt de afdeling nu in de uitspraak van 4 mei? De afdeling zegt dat iemand die zienswijze heeft ingebracht of verschoonbaar geen of te laat een zienswijze heeft ingebracht. Hij is te laat erachter gekomen dat er zienswijze mogelijkheid was doordat bestuursorgaan dat niet goed kenbaar heeft gemaakt. Dient te laat zienswijze in, maar is toch ontvankelijk omdat hem geen verwijt treft. Zo'n persoon moet toegang hebben tot de beroepsprocedure, ongeacht of die persoon die zienswijze heeft ingebracht als belanghebbende is aan te merken. Nou, normaal kan dat niet. Het kan in de AWB soms zo zijn en in bijzondere besluiten dat iedereen zienswijzes mag inbrengen. Maar als het dan naar de beroepsfase gaat en de beroepsprocedure, dan is er uiteindelijk alleen de belanghebbende die beroep mag instellen. Ja, dat staat uitdrukkelijk in 8.1. Dus wat we hier zien is dat ook het belanghebbende begrip aan de kant wordt geschoven eigenlijk in die ARUS-zaken, in de zin dat een ieder die zienswijze heeft ingebracht ook beroep mag instellen tegen zo'n besluit. Het laatste punt wat dan overblijft is het relativiteitsvereiste. En daarvan heeft de afdeling uitdrukkelijk bepaald dat dat relativiteitsvereiste wel steeds geldt in die procedures. En dat betekent dus dat een besluit alleen vernietigd wordt als de bepaling waar iemand zich op beroept, hè, die mogelijk geschonden is, als die bepaling ook die persoon zijn belangen beschermt. Nou, en dat heeft dan wel weer de consequentie dat zo'n niet-belanghebbende, waar we het bij het vorige aandachtstreepje over hadden, zo'n niet-belanghebbende die een zienswijze heeft ingebracht en vervolgens toch in beroep mag, die zal dan vaak op grond van het relativiteitsvereiste uiteindelijk toch geen succes hebben in de beroepsprocedure, omdat het dan vaak het geval is dat die regels en dat besluit waar het over gaat niet zien op de belangen die hem raken. In de zin dat hij gewoon dus ook geen belanghebbende zou zijn geweest en anders ook op grond van 8.1 helemaal niet tot de procedure was toegelaten. Ja, dus die verruiming die we zien bij het tweede aandachtstreepje, dat een ieder beroep kan instellen, die wordt vaak weer gecorrigeerd door toepassing van het relativiteitsvereiste in 869a. Doordat die persoon die geen belanghebbende is, waarschijnlijk belangen heeft die niet door die regeling worden beschermd en uiteindelijk dus in beroep geen succes zal hebben. Ja, dus we hebben nu gezien dat er twee vrij forse consequenties zijn en vrij forse aanpassingen in ons bestuursprocesrecht naar aanleiding van het varkens in nood arrest, maar wel specifiek voor die ARUS-zaken. We zijn aan het einde gekomen van deze kennisclip. Tot besluit zetten we nog even de belangrijkste aspecten van het varkens in noodarrest op een rij. Zoals aangegeven
Wordt met het varkens in noodarrest onder bepaalde omstandigheden bepaalde eisen van de AWB aan de kant gesteld. En het gaat dan met name om eisen die verband houden met de toegang tot de rechter in milieugeschillen. Daarbij is met name artikel 613 aan bod gekomen, hè, wat ertoe leidt dat je normaal als je een kans in de voorprocedure overslaat, geen recht hebt op toegang tot de bestuursrechter, dat je dan niet ontvankelijk wordt verklaard. En het ging over het feit dat over het algemeen op grond van artikel 8.1 AWW alleen belanghebbenden in beroep kunnen komen tegen besluiten, dus ook tegen besluiten die milieueffecten hebben, maar dat in het kader van het varkens in noodarrest de afdeling heeft aangegeven dat als in de voorbereidende fase, bijvoorbeeld bij de inspraakprocedure, een ieder toegang heeft tot die inspraak, dat die personen die dan toegang hebben gehad tot de inspraak ook toegelaten moeten worden tot de rechterlijke procedure. We hebben ook gezien dat dat inhoudelijk voor die personen die geen belanghebbenden zijn waarschijnlijk niet zoveel oplevert, omdat zij dan vaak het relativiteitsvereiste kunnen krijgen tegengeworpen, omdat hun belangen niet beschermd worden door de regels die zij ter discussie stellen. Zoals gezegd, die aanpassingen of wijzigingen die de afdeling in haar rechtspraak aanbrengt met betrekking tot de toegang tot de rechter, zijn specifiek beperkt tot ARUS-zaken, dus zaken waar het verdrag van ARUS op van toepassing is. Ten slotte, afrondend, hebben we gezien dat de afdeling bestuursrechtspraak voorlopig in de zaken waar het verdrag van ARUS op ziet, een ruime toegang biedt tot de bestuursrechter en misschien, dat hebben we hiervoor ook al gezien, is die toegang wel te ruim, maar men wil nu gewoon een eenvoudig kader hebben voor de rechter, zodat de rechter niet weer iedere keer zich moet gaan buigen over lastige vragen. En totdat de wetgever de AWB heeft aangepast, zal dus deze ruime toegang in geschillen waar milieuzaken een rol in spelen, door de afdeling geboden worden. Bedankt voor het kijken naar deze kennisclip. En veel succes met jullie studie.